Yes, leuk dat je kijkt naar de 25 van Maren Stoffels. In deze afleveringen bespreek ik elke aflevering een boek van mij dat ik de afgelopen 15 jaar heb geschreven. En dat zijn er intussen al 25, vandaar de 25 van. Op dit moment heb ik een zesde boek van mij vast, namelijk Op blote voeten, die oorspronkelijk Blote voeten zou gaan heten. Maar uiteindelijk heb ik dat woordje op er toch maar bij bedacht. In dit verhaal lees je over Sam. Sam raakt heel goed bevriend met een meisje dat heel mysterieus is, aangezien ze nooit op blote voeten durft te lopen in de zomer. Dit heeft alles te maken met haar brandwonden die ze tijdens dit verhaal, of eigenlijk al eerder in het verhaal, heeft opgelopen. Dit was eigenlijk een van mijn eerste boeken. Misschien ja, eigenlijk ja, mijn eerste boek, denk ik toch wel. Dat gaat over een vrij heftig thema waar ik ook echt onderzoek voor heb gedaan. Daarvoor schreef ik vooral over dingen die ik zelf had meegemaakt of bij andere mensen had gezien. Maar voor dit verhaal ben ik echt onderzoek gaan doen. Ik wilde namelijk heel graag een keer schrijven over iemand met brandwonden. En ik ben voor dit verhaal ook echt naar het brandwondencentrum in Beverwijk geweest, waar ik heb gepraat met Marjorie. Marjorie heeft trouwens hele vette vlogs, dus die kan je ook online makkelijk vinden. Marjorie is zelf voor een heel groot deel verbrand. En haar verhaal dat ze mij vertelde werd een soort van de basis voor dit boek. Ik heb de reden van de brandwonden van Elsa in het verhaal wel heel erg aangepast. Maar haar verhaal en hoe ze de pijn beschreef en eigenlijk helemaal geen pijn had ze in de eerste instantie. Want als je derde graad verbrandt, dan verbranden je zenuwen ook door. En dan voel je die pijn dus eigenlijk niet, gek genoeg. Maar dit was wel een heel mooi boek daardoor om te schrijven. Omdat ik dus echt naar aanleiding van een verhaal van iemand anders echt die research heb gedaan. En toen dit verhaal ben gaan maken. Op de kaft zie je drie paar mensen met blote voeten. En één iemand met gimpen. Nou, de gimpen, dat is natuurlijk Elsa in het verhaal die ernstig verbrand is. En de drie paar voeten die je ziet, dat zijn onder andere deze. En dat zijn de voeten van een lezer van mij. Ik had een oproep gedaan op Instagram of Hives. Hives had je toen nog, denk ik. En zij wilde heel graag meewerken. Dus ik had tegen haar gezegd van, nou, als je voeten er mooi uitzien, dan kun je op de kaft komen staan. Ik was op zoek naar voetmodellen, dat was wel heel gek. De oorspronkelijke cover zag er iets anders uit. Ik heb nog even in de archieven gekeken. En dit was de eerste cover die de suggestie die ze hadden van, misschien kan hij er zo uitzien. En die wilde ik toch even aan jullie laten zien. Dus kijk maar even mee. Hier zien jullie het eerste voorstel. En zoals jullie uiteindelijk kunnen zien is dus het originele boek uiteindelijk dus groen geworden aan de zijkant in plaats van blauw. En de letters zijn dus ook echt heel anders. Maar goed, het plaatje blijft natuurlijk hetzelfde. Maar zo kunnen dingen dus nog helemaal veranderen. Dus het is wel heel erg leuk om terug te zien. Mijn zesde boek dus. En persoonlijk een van mijn favorieten. Volgende aflevering zien jullie Backpack, drie boeken in één filmpje. En ik zou zeggen, stel daar ook meteen je vragen even over. Laat weten via Instagram wat je over die drie boeken wil weten. En dan zie ik je bij een volgende 25 van Maren Stoffels. Hoi!